Het is donderdag 29 september 2016. En het is vandaag demodag. Wat voor demo is er vandaag? Nou, het is namelijk van de marktlieden die een demonstratie gaan houden bij het Spui in Den Haag. Waarom doen ze dat? Het is namelijk voor meer vrijheid voor de marktlieden, zodat ze meer kunnen doen. En de kosten wat naar beneden gaan. Dat willen ze graag en wij gaan kijken of ze dat gaan behalen. Wij willen minder regels, zodat wij weer kunnen gaan ondernemen en de promotie kunnen gaan betalen, zodat die mensen naar de markt komen. En dat is de enige reden waarom we hier staan. Dat probeer ik ook uit te leggen. Wij hebben een coöperatie opgezet en wij zijn dus al 2 jaar bezig met verdienmodellen. Iedere keer als we een piek kunnen verdienen, dan worden we of een partij in onze strot geduwd die niet betaalt. Want dat verhaal krijg je ook nog te horen. Of het verhaal met de koffiekarren, dan wordt er ineens wat anders geregeld. Dus wij worden tegengewerkt om centen te verdienen voor de promotie. En daar komen we op. En die regels die dwingen ons om dingen te doen die we als ondernemer niet willen doen. Er is hier een demo aan de gang. Waarvoor staan ze eigenlijk? Ze zijn boos, ze willen minder regels. Het is allemaal te duur. Wat heeft ze nou? Nou, je zou zeggen gezonde ondernemers als je dat zo hoort, hè? Maar ik vind het belangrijk, die Haagse markt, die hebben we net vernieuwd. Die is hartstikke mooi geworden. De minister-president heeft hem geopend, de koning op bezoek geweest. Heel Den Haag is er trots op. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de markt op een positieve manier het nieuws komt. En dat de gemeente samen met de marktkooplieden continu op zoek gaat naar verbeterpunten als die er zijn. Ik denk dat deze demonstratie daar niet zoveel aan bijdraagt. Ik hoorde u net praten met de marktlieden. Dat een heleboel geld is uitgegeven inderdaad voor die nieuwe markt. Ja, zeker. De markt heeft heel veel geld gekost. Een deel betalen de marktkooplieden in het markttarief, hè, want ze huren de nieuwe kramen. Maar omdat die zo duur is geworden, heeft de gemeente ook een groot deel van het geld zelf betaald. Het heeft ons allemaal veel geld gekost. En ik vind het ook terecht. Het is een prachtige markt geworden waar we echt trots op kunnen zijn. Waar heel veel mensen uit Den Haag, uit de omgeving van Den Haag, uit heel Nederland echt een dagje uit aan hebben. Met prachtige ondernemers en mooie producten. Dan heb ik toch wel een kritische vraag. Er is een nieuwe fietsenstalling gekomen bij de Haagse markt. Huis is gebouwd zonder vergunning, te hoog. Is weggehaald nu vandaag en er komt weer een nieuwe terug. Er is een heleboel chaos gekomen nu dat ze bezig zijn met de verbouwing van de fietsenstalling. Had dit dan niet voorkomen kunnen worden, dat bespaarde dan weer geld. Ja, je hebt helemaal gelijk. In dat hele grote complexe project zijn een aantal dingen misgegaan. En één daarvan is die ene fietsenstalling. Er zijn er 2, hè. En 1 fietsenstalling moeten we opnieuw op een andere plek gaan realiseren en dat gaan we nu ook doen. Joffrey, wat vind je van deze demonstratie? Deze demonstratie vind ik heb ik eigenlijk gemengde gevoelens over. Wat vind je ervan dat de ondernemers hier de dupe van zijn van de markt, de veranderingen? De ondernemers zijn al jarenlang de dupe van het beleid van de gemeente Den Haag. En we zijn dus al geruime tijd aan het vechten tegen die hele grote muur die om de gemeente Den Haag heen staat. Zodat ze eindelijk gaan erkennen dat we een pareltje in Den Haag hebben waar alles te krijgen is. En dat we eigenlijk iedere keer daarin beperkt worden door regelgeving en veel te hoge rekeningen. Kan je me ook vertellen welke regels het ergste zijn die veranderd zijn? De ergste regels, het is eigenlijk een combinatie van regels. Kijk, wij zijn ondernemers, wij zijn geen criminelen. Hè? Wij worden vaak betiteld door de gemeente als criminelen. En daar willen ze ook een soort van regime willen ze daarvoor opzetten. En met alle respect, we willen daar onze centen verdienen. En wij willen niet ieder regeltje na moeten leven. Wij willen gewoon alles kunnen verkopen. Wij willen gewoon alles kunnen doen op die markt. Binnen de perken die er natuurlijk voor staan, die wij allemaal kennen. En daar hebben we die extreme regels niet voor nodig. Wat vindt u van Boudewijn Revens? Die zegt van joh, die mensen moeten niet klagen. Het is een VVD. Je zou dus zeggen dat een VVD'er moet opkomen voor de belangen van de ondernemer. Wat vindt u daarvan? Nou, het extreme vind ik dat een VVD'er mij gaat zeggen dat we hier niet moeten gaan staan, maar dat we aan het werk moeten. En als je een ondernemer bent van de Haagse markt, maak je gemiddeld 60 tot 70 uur in de week. En daar moeten we dan ook nog gesprekken mee voeren met de gemeente. Nou ja, die gesprekken die lopen fout. Die gesprekken moeten we dan weer overnieuw doen. Komen we er dan niet uit. Het uiterste wat je dan gaat doen is demonstreren. En vandaar dat we dus nu hier staan.
Nou, dat was de demonstratie van de ondernemer van de Haasmarkt bij het Spui in Den Haag. Ja, Boudewijn Revers heeft gecommuniceerd met de ondernemers en met de demonstranten natuurlijk. En ja, zoals ik al de vraag al eerder zei, van ja, een heleboel geld is erin geïnvesteerd in de nieuwe Haasmarkt. Er is een bicyclette gebouwd voor natuurlijk de fietsers. Maar ja, om vervolgens om hem vandaag alweer weg te halen, omdat hij zonder vergunning is geplaatst. En omdat hij op het marktterrein moet. En hier staat hij buiten het marktterrein. Ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Waar worden de kosten opgehaald? Op wie? Ik denk weer de ondernemer. Maar dat weten we nog niet zeker. Hey, dit was een leuke demonstratie. En ja, we blijven het volgen en we blijven het in de gaten houden. Tot de volgende aflevering.